Welkom bij de eerste aflevering van Ik zie wat jij niet ziet. We zijn vanavond in Tilburg bij Nina. Nina heeft 2 jaar geleden haar moeder verloren omdat zij op gruwelijke wijze is vermoord. Zij is op straat komen te overlijden door een messteek. De politie loopt vast en zelf weet ze eigenlijk niet heel erg veel van wat er die avond precies is gebeurd. Daarom heeft Nina de hulp ingeroepen van Nederlands bekendste paragnost Peter van der Hurk. Wij gaan vanavond naar haar toe om te kijken of we haar een stapje verder kunnen helpen. Mijn naam is Sergio Politi. Mijn naam is René van Ginkel. En dit is Ik zie wat jij niet ziet. Hi Nina, bedankt dat je ons hebt benaderd. Wat kunnen we voor jou betekenen? Ik hoop samen met jullie de vragen te beantwoorden die ik heb. Ja, want wat is er gebeurd? Mijn moeder is 2 jaar geleden om het leven gekomen. En we weten eigenlijk nog steeds helemaal niks. En mijn vraag was aan jullie van... kunnen jullie mij het antwoord geven wat ik wil? Ja, je weet gewoon echt helemaal niks. Behalve omdat ze echt gruwelijk vermoord is eigenlijk. Ja. Ja, is er een verdachte geweest? Ja, klopt. Maar die is wel vrijgelaten aan gebrek aan bewijs. Maar dus we weten nog steeds helemaal niks. Nee. Je moet maar doorgaan met je leven. Nou, wat we vandaag gaan doen is, we gaan met Peter. Peter zit op ons te wachten. Gaan we naar de locaties die een belangrijke betekenis hebben in die avond, denk ik dat het is geweest. Is het avond gebeurd? Ja. Om hopelijk jou wat antwoorden te kunnen geven. Ja. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan naar de locaties. En even kijken wat Peter voelt en wat hij kan vertellen. En dan komen we terug. En dan heb jij nog even de gelegenheid om met Peter te praten. En dan hopelijk kunnen we jou wat meer rust geven. Ik hoop het zo. Dat zou mooi zijn. Jij hebt als het goed is foto's voor ons. Ja, klopt. En voorwerpen. Ja, klopt. Gaan we die er even bij pakken. Ja. Dus we hebben het eerste voorwerp. Dus we hebben een ketting. Die is van je moeder. Ja. En die hebben ze gevonden onder de bestuurdersstoel. Ja. Dan hebben we nog een kam die zij altijd... Ja, dat deed altijd zo de haar mee toperen. Oké, dat gaan we ook meebrengen. En dit is haar portemonnee. Er zitten alle gebruiksdingen in. Alles nog zoals het was. Wat ze normaal gesproken altijd bij zich heeft. Ja. Oké, dan doen we die er ook bij. En dan als laatste de foto's. Ja, ik heb er 3. 1, 2, 3. Ja, die mag erin inderdaad. Ja, dan gaan we goed opbergen. Dan gaan we Peter halen en dan gaan we rijden naar de locaties. Ja. Ja, top. Zo, we zijn aangekomen bij de plek waar Henny gevonden is. We hebben nu in een envelop de voorwerpen en de foto's. Die doen we even in de auto, want het regent en dan kan Peter het niet goed voelen. Dus die gaan we nu aan hem overhandigen. Ja. En we moeten ook een klein beetje zachtjes praten en snel handelen, want we staan nou niet op de meest fijne plek van Tilburg, laten we maar zeggen. Ja. Peter, ik heb hier voor jou een aantal voorwerpen en daar zitten foto's in. Ja, daar zitten ze in. En daar zijn de voorwerpen. Een kom, een fruitje. En wil je daar nog wat van weten? Nee, ik heb een stuk zoet hout. Ja. En ik zou het op één te scoren. Even hier kijken. Dit is de beste. Zijn foute mensen 2 jaar geleden op de pad gekomen. Heeft ze mee gedeeld, gehandeld, weet ik veel wat. En daar wou ze mee stoppen. En het heeft te maken met drugs. Of met een drugsverslaafde, of drugs is in ieder geval in het spel. Daar wou ze mee stoppen en volgens mij heeft ze hier in een huis in de buurt afgesproken. En de laatste 2-3 dagen was ze ook in een hele gesloten stemming, nerveus, zenuwachtig, onzeker van zichzelf. Omdat ze wist dat er iets boven haar hoofd hing. Ze was zo naïef om te veel vertrouwen in mensen, maar ze was er ook helemaal klaar mee. Dus ze wou afstand daarvan nemen, zeg maar. Dus ik zeg ook dat er bloedsporen op kleding zit, die er niet meer is, dat is verbrand. Er zijn 2 mensen bij betrokken. En in een huis, of in een garage, of weet ik veel wat, daar is bloed gevonden.
En daar zeg ik ook dat ze daar is vermoord. Dus ze is nog weggelopen. En dan is ze in dit straatje in elkaar gezakt. Maar dat moet niet zo ver van de locatie wezen. Want ik denk dat ik dat niet precies weet. Klopt dat wat ik zeg? Daar gaan we dadelijk achter komen of dat zo is. Oh, je weet het niet? Nee, nee, ze weet het. Ze weet zelf ook niet alles. Maar de auto heeft hier niet gestaan. Die heeft ergens anders gestaan. Dus ze is hier niet met de auto geweest. Dus ik ga uitstappen. Ik zie het al. Zie je het al? De auto heeft daarachter gestaan. Oké. Okay. Dan gaat... Daarachter moet een straat wezen of iets. Oké. Okay. Moet ook een hoekje wezen. Waar een klein parkeerplaatsje is. Even kijken. Waar zijn we ter gezicht? Is er gevonden. Ze hebben hier gelegen. Hier heeft ze gelegen. Weten jullie of dat klopt? Is ze bij de muur gevonden? Of is ze gevonden waar Peter nu staat? Ja. Waar Peter nu staat. Kunnen jullie mij horen? Ja. Hier, hè? Ja, klopt. Hier is ze gevonden, maar ik loop nog maar kort. We kunnen maar kort lopen. Maar nou weet ik niet. Weet je dat? Ik weet ik niet. Flits, maar ik zie daar helemaal geen ingang. Weet je niet. Geen ingang. Nou weet ik niet zeker of ik daar nou dat poortje in moet, dat daar mijn auto stond, of hier mijn auto stond. En als daar mijn auto stond, klopt dit niet, want in mijn beleving lig ik hier, met mijn gezicht daarheen. Want ik kom in mijn beleving van die kant op, daar ben ik gevlucht. Het is binnen gebeurd, binnen. Ergens binnen, ze heeft nog kort gelopen, maar die afstand is misschien maar 20, 25 meter, maar waar komt het dan vandaan? Als ik wegloop en ik fiets zo, dat is niet iemand die denkt, nou ga toch een keer die kant op. Dus dat geloof ik niet. Dus in mijn beleving is ze, met de, is ze hier echt gevonden, hier, met de hoofd die kant op. Er moet ook een watertje wezen hier. Dat die auto ook bij het water heeft gestaan. En die is later, dus misschien een dagje later of een paar uur later, is wel gelijk hier weggehaald en ergens dichtbij gezet. Dus of daar, een van de twee. Ja. Ik moet een poortje door. En in mijn beleving staat die bij water. Dus ik weet niet of hier ergens water in de buurt is, een sloot. Ja, we zijn dicht bij het Wilhelmina-kanaal. Nee, een slootje. Mm. Dus een soort grasveld met een soort sloot. Daar heeft hij eerst gestaan. En toen is hij ver weg gereden. En dat is een dag later ongeveer gebeurd. Ze heeft wel de rust. Mijn keel is er iets met water in de buurt? Eerst dichtgeknepen, achterover getrokken. Dus van achter hebben ze dat gedaan. Of gestoken, of gesneden, of iets. Want ik zie ook, ik stik in mijn bloed. Bloed en ik zie schade hier aan mijn hoofd. Dus dat is van een klap of iets dergelijks. Ja. En in mijn beleving is het te hard. Ga ik eens kijken daar. Ga mee. Dit heb ik al niet gehaald. Als ik hier vermoord zou zijn, heb ik dit al niet kunnen halen. Maar er is in een huis is bloed weggehaald of iets dergelijks. Of... Twee mensen. Hij voelde dat het daar niet was. Ja, dat voelde het daar niet. Nee. Dus hier dit erbij. Maar jij zei net dat je dacht dat, dat daar in de steeg de auto gevonden was. Daarachter. Dan lopen we daar toe. Is er een huis hier waar ze kwam? Is er in een huis bloed gevonden? Ja. Ja?
En zullen we eens dat hoekje omlopen dan, waar jij dacht dat de auto heeft gestaan? Ik denk dat ze hier moet het pad zijn. Nee. Ik denk toch dat hier de auto heeft gestaan. En dat ik hier doorheen wou en ook weer terug. Dus als ik zo gevonden ben, klopt mijn verhaal. Als ik andersom ben, dan klopt het niet. Je gaat niet hier nog eens omdraaien. Weet je dat? Nee, ik weet niet welke kant met zo, want ik weet wel hoe ze lag. Ze lag op de rug? Ja. Maar met de armen achteruit en met de benen zeg maar gestrekt. Maar wat jij zegt, kijk, als ze je zo achterover trekken, val je ook zo. Ja. En als ze dan je steek of je rug of weet ik wat. Maar dat is daar niet gebeurd, dat is ergens binnen. Binnen is een worsteling geweest. En ik geef niet aan of ze nou daar vermoord is of daar. En ze wou weg en er zijn twee mensen. En één heeft iets van die twee te doen met drugs. Zat ze daar mee? Ja, klopt. Die personen wel, ja. Allebei? Ja, die persoon. Ik denk het wel, hè. Is die ene een zwarte haar? Ja. En een beetje mottig gezicht, mager? Ja. Een snelle prater. Ja. Ik kan natuurlijk niet iemand aanwijzen die het gedaan heeft. Ik heb nog 100.000 dezelfde wezen. Nou ja, ze heeft wel de rust, maar de dood natuurlijk niet geaccepteerd. Want ze wou nog zelf doen, maar ze wou wel uit dat leven met dat contact met die persoon, wou ze wel verbreken. Dus dat is al een keer oorlog geweest of ruzie geweest of weet ik veel wat, is dat voorafgaand al geweest. Heb ik er kort mee samen gewoond of samen geleefd of iets korts gehad? Omdat ik dingen voor hem moest doen met drugs? Nee, niet echt. Maar ja, lang verhaal kort te maken, ik zie drugs. Ik zie een worsteling, ik ben van achterover getrokken. Dus ik zie op mijn keel, eerst heb ik dat en een verwonding aan mijn hoofd hierachter. En in mijn beleving is ze binnen gestoken of gesneden of weet ik veel wat. En ze ligt wel in een graf vlakbij een hoekje. Ja, op een hoek. Ja, en links daarnaast zijn ze aan het ruimen geweest of nu aan het ruimen. Daar gaan ze ruimen en die ga ik reserveren voor mezelf. En ik kan ook daar zitten. Dus waar ze ligt moet ook een bankje. Ja, daar ga ik ze neerzetten, ja. Okay. Dat is zo eng. En ze draagt iets van je, dus ze draagt iets van, jij draagt iets van haar op een tattoo of een piercing of weet ik wat, iets tegen van haar. Ik heb het koud. Laten we weer in de auto zitten. Ja. Klopt het een beetje van wat hij net zei? Ja, grotendeels wel. Oké, even een licht aan doen. Oké. Grotendeels wel. Alleen, bij sommige dingen die hij heeft gezegd heb ik wel grote vraagtekens natuurlijk. Want ik weet zelf ook nog niet zoveel. Nee. Van het onderzoek af. En ik hoop dat het waar is wat hij zegt. Dat ik antwoorden heb. En hij zei iets over een bankje? Ja, klopt. Hij zei dat mijn moeder op een hoek lag. Bij de begraafplaats. En dat klopt ook. Mijn moeder ligt op een hoek. En ik heb de hoek daarnaast heb ik gereserveerd voor mijzelf. En toen zei ze van dat die geruimd wordt. En dat klopt, want er ligt nog steeds wel iemand. Maar die graf wordt er nou binnen nou en een maandje wordt die geruimd. En dan wil ik een bankje neerzetten dat ik dan naar mijn moeder kan kijken. En dat vond ze wel goed. Dus daar heb ik wel een goed gevoel bij. Ja. Ja. Dat hij dat gewoon wist, dat er een bankje zou komen. Ja, dat was echt wel tof. Ja. We gaan nu naar de begraafplaats. Ja. Gaan we even kijken of die daar nog iets meer op kan pikken. Ik hoop het. Ja, we wilden dus nog eventjes een begraafplaats op, maar die is dicht en dat wisten we ook, maar er is een manier om dat hek open te krijgen, maar dat is niet gelukt. Nee, we komen er niet bij. We gaan het gewoon nog een keer proberen, misschien op een ander tijdstip. We gaan nu lekker naar Nina, naar huis, naar binnen, want het is nat en het is koud. Het is niet een hele ideale situatie, nee. Hè? Nee. We gaan naar haar huis en dan gaan we even verder praten. Bij jou thuis. Ja. We zijn weer bij Nina thuis. We zijn zo net bij de locatie geweest waar de moeder gevonden is. En Peter heeft er nog een beetje de twijfels over of het daar ook daadwerkelijk gebeurd is, begrijp ik. Ja. Je moet het zo zien, ik krijg in mijn hoofd krijg ik fragmenten te zien.
Het is niet zo dat ze zeggen, je moet daar het deurbosje, je moet ook even gepoetst worden en de bel doet het niet. Zo werkt het niet. Het zijn fragmenten die ze me laten zien en dan moet ik in mijn hoofd een eigen verhaal van maken. Zoals ik het zag, is er in een huis is er een worsteling geweest. Als ik het logisch beredeneer, je komt zeg maar 50 of 100 meter er vandaan, dat kan je niet meer lopen met haar verwondingen. Dus ik heb nu zitten recapituleren ook. Ik denk dat er ruzie in dat huis is geweest, dat het daar is ontstaan. Ze is weggelopen, ik ga dat poortje, wil ik in, want daar stond denk ik mijn auto. Niet aan de voorkant. Het was een afgesproken bezoek, dus ze wist dat ze was. Er was er nog één bij. En ik hoor in mezelf in dat huis lopen. Dus mezelf in dat huis willen lopen wil zeggen, er liggen een houten vloer of tegels of weet ik wat, geen vloerbedekking. Dat is een kleed of iets dergelijks, of een gedeelte vloerbedekking, maar niet compleet. En daar is een worsteling ontstaan. Daar heeft ze in mijn beleving een klap te hoofd gehad, heeft zich verzet. En als ik, waar ik geweest ben net, heb ik ook iets geks meegemaakt. Ik hoop dat dat erop staat. Toen wij aankwamen, brandden er twee kaarsen. En ik loop langs die kaarsen, met die foto in mijn hand, en ik hoor tik! En ik kijk en ik dacht dat hij deed. Die ene kaars uit. Ik weet niet of jullie dat nog opgevallen is. En het ging met een hele harde tik. Ja, maar ik had ook het idee dat ze allebei wel aankwamen. Ja? Ik hoorde een, ja. Dus het, ik twijfel tussen dat ze daar vermoord is, maar dat is omdat ik logisch denk dat die afstand niet haalbaar is. Ja. Ze heeft wel de rust. Het is wel een zaak die uitkomt. Want ze zijn er nog mee bezig. Maar ze nemen daar de tijd voor. Maar ja, als jij een goed alibi hebt, of weet ik veel wat. Dan moet het in Nederland wel bewijzen. In Amerika is het andersom, maar hier is het zo. Ze heeft wel de rust. Ze is je heel dankbaar voor wat je voor de gedaan hebt. En dat is een koppertje, maar het is wel echt wel. Dat is niet zo, zo is, zou ik het ook zeggen. Ze vindt je heel erg dapper en je hebt een mooie plaats voor haar uitgezocht. Dus ik weet niet waar ze ligt, maar ik kom door een hek heen. Ik ga in mijn beleving twee paardjes voorbij, dan ga ik linksaf. Dan ga ik weer twee paardjes voorbij en dan zie ik er daar op de hoek liggen. Nee, ze ligt wel in de hoofdpad en dan twee paardjes wel verder, maar dan wel op de hoek. Ja, op de hoek van het hoofdpad. Ja. Maar twee paardjes verder. Ja, klopt. Ja, oké, okay, dan zie ik daar liggen. En daar brandt ook iets en daar gaat iets in de brand staan. Dus stel dat je daar zo'n kaars ook brandt in zo'n plastic ding, die vat eerder vlam. Oké. Okay. Dus dan is dat even leuk alvast om te weten. Dat er volgens mij de stof in een blikkaar komt. Ja, die smelt gewoon, die kaars. Oké. Okay. Nou, ze zit bij je op de huid. Ze is je heel erg dankbaar voor hoe je je doorheen slaat. Ik vind ook, ik ken je niet, maar ik vind ook dat, en dat zegt zij ook, ze vindt je in één klap volwassen geworden. Heb je dat gevoel zelf ook? Jawel. Ja? Ze zegt ook dat ze heel veel met je praat. Doe je dat? Ja, oh, dat is echt niet normaal. Ook vooral in mijn dromen heb ik het heel erg. Ja. Dus ze gist je heel erg. Nou, ze is natuurlijk niet blij met haar dood, maar ze is wel blij dat ze de laatste 2 jaar gekozen heeft voor een ander leven. Dus de, daarvoor is het een puinhoop geweest. Ja. Ja? Dus ze is ook altijd vader en moeder tegelijk voor jou geweest. Ja, dat sowieso. Ja. Maar waar zei jij dat ze ging doen daar, bij die afspraak? Of dat, hoe kwam ze daar? Met haar autootje. Ja, maar wat is de reden dat ze daar naartoe is gegaan? Of afscheid nemen en spullen teruggeven, of iets met een deal doen, maar ook zeggen het is genoeg. Oké. Okay. Dus ze moet al met jou gesproken hebben dat ze geen zin meer erin had, dat ze dat ook niet meer wou. Ja, klopt. Ja. Ze zei alles tegen mij. Maar het gekke is wel dat jij mij net vertelde dat ze eigenlijk, want jij woonde met haar hè, en ja. In het huis stond en de pan met eten nog op. Ja. De televisie die heeft aangestaan, want die was op sluimer gegaan. Klopt. De tas stond nog thuis. Had haar klompjes aan toen ze vertrok en dat doet ze nooit. Die doet ze alleen, eigenlijk alleen maar thuis aan en de deur was niet op slot. Ja. Dus ik ben even weggegaan om dat te brengen. Het kan iets van drugs geweest zijn, of weet ik veel wat, of spullen van hem of iets dergelijks, van ik kom zo terug. Ja. Dus de buitenstaanders, de familieleden zeg maar, hebben haar daar wel voor gewaarschuwd. Ja, dat is sowieso. En daar heeft ze niet naar geluisterd. Want je moeder was ook wel een diep kang, de vuile was die buiten doet zelf wel.
Want ze was voor de duivel en ze oude moeder niet bang. Ze moest wel, voor 3 kinderen. Ja. Een aardig mens, maar ze heeft toch rust. En ze is heel erg dicht bij je. Ik weet zeker dat het in het huis is begonnen, dat weet ik zeker. En dan kan het zijn dat er een ruzie is ontstaan en daarom... Ik denk dat de politie ook, ik ga niemand veroordelen, maar ik denk dat de politie ook fout heeft gemaakt. Dat er geen genoeg rugbaarheid aan is gegeven om te kijken of mensen camera's... En ik weet zeker dat er camera's hadden. Dus van een huis of zo is allemaal niet naar gekeken. Nou, heb je wat over de auto verteld, hè? Grappig, ik had het net verteld. De politie die had zeg maar, er was stond bewaking voor onze deur. En er mocht niemand in of uit, alleen ik mocht mijn hondje ophalen. Omdat ik zeg maar de bewoner was en samen met mijn moeder woonde. Maar toen ging ik even met mijn vriendin, ging ik daar zeg maar in de buurt, ging ik langs om te vragen of ze iets toevallig hadden gezien of gehoord. En tegenover mij, mijn buurman, die had camera's hangen. En 2 deuren daar verderop had ook camera's hangen. En ik ben daar toevallig gewoon uit gekkigheid gewoon, ik dacht van ja, misschien weet ik, kom ik wel iets te weten. Ben ik daar aan de deur gegaan en toen heb ik gevraagd van, staat er iets op jullie camerabeelden? Nou, toen zeiden ze tegen mij van, nou, je mag mijn camerabeelden zo hebben. Maar de politie was er dus niet aan de deur gegaan. Nee. Maar daar ben ik dus zelf met mijn vriendin achtergekomen. Ja. En die beelden die zijn... Die beelden heb ik gekregen, maar ik heb die ook zeg maar ingeleverd. Maar er stond wel... Maar 24 uur op, dus ik weet nog niet of het nou net wel of net niet erop heeft gestaan. Dat is natuurlijk ook een stuk bescherming voor jou. Is ook. Voor mij, ik heb zelf ook een onderzoek. Ja. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Kijk, ik snap, ze zei de waarheid boven water wil hebben, het liefst gisteren al, of 2 jaar terug al, maar dat gaat niet. En ze vindt wel dat je je er niet mee moet bemoeien. En dat vind ik ook. Hier moet je nu een streep onder trekken en zij lost dat zelf op. En ja, de politie natuurlijk ook. Maar ze wil dat je het niet meer doet. Want je wordt er gek van. Ik doe het toch? Ja, dan moet je. Zij wil van niet, ik zou het ook niet doen. Maar dan ben jij weer. Ja. En dat gaat je toch niet uit je hoofd? Nee. Maar jij lost het in ieder geval niet op. Nou, laat me maar denken dat ik het oplos dan. Voor je gevoel? Ja. Ik hoop voor jou, dat gun ik je echt, dat je het heel snel oplost, dat je rust krijgt. Vergeven doe je dit nooit. Maar neem van mij aan, ik ben echt een Jan Lul en een botte boer, maar ze is heel erg trots op hoe je het nu doet. En je komt heel goed terecht. En dat zie ik, maar dat zegt zij ook. Dus mocht u dit filmpje op YouTube zien en u heeft wat gezien, of er komt iets bij u binnen, schroom niet anoniem de politie te bellen of informatie te geven. Want je zou haar er heel erg mee helpen. Want dan krijgt zij ook rust. Want de moeder dood, maar zij is van binnen ook dood. Dus heeft u iets gezien, meld het anoniem. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei doei. Ik weet het zeker van wel. Dus toen waren we zeg maar bij jou geweest en zeiden ze van ja, ik ben wel onder de indruk, weet je wel. En wat ben je nou? Hetzelfde als hij ook. Zij was helemaal voor jou voordat hij hen overleed. Dus dat vind ik helemaal zo typisch. Ja, maar net zoals ik dat zie, daar word ik gewoon emotioneel van. Ik heb een zilveren met zwart en een rode met wit. Ik heb er 2 op laten spuiten. En dan besef ik niet wat ik voor haar gedaan heb. Dat ja, hij heeft haar echt. Dat besef ik niet. Mijn vrouw zegt dat ook. Hij kent haar weer, toeval bestaat niet, ik heb in die buurt gewoond. Ik heb wel tegen hem gezegd wie jij geweest bent. Ik zeg, er belt morgen iemand op. Ik zeg, en die zaak moet je aannemen. I know someday we could finally